In deze film laat ik iemand zweven. En om iemand te laten zweven zou je het af kunnen met één foto, maar het is makkelijker als je daar bij het fotograferen al rekening mee houdt. Ik ga aan de slag met deze middelste foto, maar we hebben er natuurlijk meer gemaakt. Als ik deze foto even uh, wat groter laat zien. Je ziet het model hier staan op een. Ja, misschien is het een klein beetje moeilijk te zien. Maar op een pianokrukje. En voor het model staat een statief met een flitser erop. Daarnaast heb ik ook een foto gemaakt zonder alle spullen. Ik heb gefotografeerd vanaf statief zodat ik mijn camera kon laten staan. En dat eigenlijk gewoon niks veranderde in de omgeving. Dus op een gegeven moment haal je je model weg en maak je gewoon een lege foto van de omgeving. En ik heb tot slot nog een derde foto gemaakt en die derde foto ging eigenlijk gewoon puur en alleen om de voet. En deze drie foto's ga ik dus samenvoegen zodat ons model dadelijk lijkt te zweven op de foto. Ik open de foto's in camera raw en verder ga ik gewoon meteen door naar Photoshop en Photoshop zal ze gewoon los openen. Die laatste foto van de voet, die hou ik nu nog even apart, maar dit is eigenlijk de foto waarmee ik aan de slag ga. En ik moet hierop dus het piano-krukje en mijn statief met flitser wegwerken. Nou, nu kun je dat met klonen doen. Dat maakt het wel wat tijdrovend. En daar heb je dus eigenlijk gewoon deze lege foto voor. En deze lege foto ga ik om te beginnen dus slepen in de foto met het model. Dat doe ik door hier bij de lagen de muisknop boven het icoontje van de laag te zetten. Mijn muisknop ingedrukt te houden. En de laag gewoon naar de nieuwe foto te slepen. En hem dan los te laten. Je ziet dat hij niet helemaal netjes is uitgelijnd. Dus ik ga naar het verplaatsgereedschap. En ik druk op ctrl-A om alle inhoud van de laag te selecteren. En hierboven zeg ik gewoon heel makkelijk lijn hem uit in het midden. En hier nog een keer. En hij staat vervolgens perfect in het midden. Ctrl-D om een selectie op te heffen en ik ga weer verder. Nu ligt deze laag met alleen maar bos, dus bovenop de laag met mijn model. Als ik hem even uitzet, dan zie je dat hij daar keurig onder ligt. Wat opvalt is het zonnetje scheen die dag een beetje, dus dat komt door de bomen heen. En gaandeweg zal het zonnetje verschuiven. Dus dat heeft invloed op mijn licht op de grond. Nou, dat is op zich nog niet zo'n probleem, daar kom ik dadelijk wel mee weg. Laat ik eerst even alle inhoud van deze laag verbergen. En dat doe ik met een masker. Ik ga over deze laag zeg maar een soort masker leggen en waar het zwart is in het masker, daar zal ook niks te zien zijn. En om een zwart masker te maken in één keer hou je de alt ingedrukt en druk je hier op het witte vierkantje met het zwarte bolletje en je ziet er komt een laagmasker bij en dat laagmasker is zwart. En als ik een klein stukje inzoom kan ik nu dus gewoon van de bovenliggende laag met alleen maar bos aangang geven in het masker waar het wit moet zijn en waar de inhoud dus van dat bos te zien moet zijn. Dus zorg dat je masker geselecteerd is dat er die vierkantjes omheen staan en ga gewoon met een kwast aan de slag. Pak een lekker grote kwast. En veeg gewoon weg wat je uiteindelijk niet meer wilt zien. Nou, ik hoef hier bij de voet nog niet al te nauwkeurig te zijn. Want ik ga daar dadelijk toch een andere voet overheen plakken. En zo doe je dat ook gewoon bij het statief. Ik veeg er gewoon makkelijk overheen. En je ziet hier wat er eigenlijk gebeurt. Omdat het licht gaandeweg veranderd is. Nou, dan pak ik gewoon een extra stukje meer mee. Zodat het uiteindelijk niet opvalt in de foto. En ook het statief is als sneeuw voor de zon verdwenen. Dus op dit moment zweeft mijn model eigenlijk al in het luchtledige. En het zit een beetje raar met die voet, want die voet die staat dus eigenlijk op het pianokrukje. En daarom hebben we dus gewoon nog een derde foto geschoten. waarbij ze de voet iets omhoog tilt zodat die ja, naar beneden valt. En dit stukje ga ik dus ook kopiëren naar mijn andere foto. Ik ben op zich alleen geïnteresseerd in de voet, dus ik maak een selectie met de lasso tool een beetje aan de ruime kant. En ik druk op CtrlC om dat te kopiëren. En ik ga terug naar mijn andere foto en druk dan op CtrlV om dat te plakken. En je ziet, de voet verschijnt keurig in het midden erbij. Middels het verplaatsgereedschap kan ik hem iets beter positioneren. En het is even kijken waar je hem precies wil hebben. Eventueel kun je de dekking van deze laag nog een klein beetje veranderen, zodat je er doorheen kijkt. En zou je kunnen zeggen van nou weet je, ik wil de voet daar hebben. En vervolgens verhoog ik de dekking weer. Ook hier ga ik een masker omheen maken. Wederom een zwart masker, altijd ingedrukt houden. Hier op het witte vierkantje met het zwarte bolletje. En de voet is niet meer zichtbaar. Hij is er natuurlijk nog wel. Je ziet aan het verplaatsgereedschap dat ik eigenlijk nog steeds die vorm heb. Maar ik ga dus wederom met een kwast in dat masker aan de slag. Ik pak om te beginnen een vrij kleine kwast. En ik begin hier aan de details in de jurk. Je snapt natuurlijk dat als je hier de tijd van neemt dat het een heel stuk fraaier wordt als zo snel dat ik het doe. En ik maak even een klein randje om de jurk. Ik ga hier langs de voet en dit stukje jurk in de achtergrond wil ik nog bewaren. Ik maak mijn kwast een klein beetje groter en ik ga nog een stukje verder. En het is op pixelniveau misschien wat lastig te zien. Maar je ziet dat de voet er uiteindelijk wel weer bij komt. Hier aan de zijkant zit er een stukje jurk van de andere foto die ik niet mee wil nemen. Dus pak ik zwart als voorgrondkleur. En ga ik hier gewoon keurig langs de hiel. En pak ik hier het stukje van onze oorspronkelijke foto mee. En ook hier aan de zijkant valt eigenlijk een schaduw net niet mooi. Dus breng ik ook gewoon terug. Het bos van daar straks. En je ziet, de andere voet komt eruit tevoorschijn. Nou, geen probleem. Ik maak gewoon een nieuwe laag. Dat doe ik hieronder door het vierkantje met het plusje of Ctrl-Shift-N. En ik pak gewoon mijn kloongereedschap. Dat vind je hiernaast of met de sneltoets-S. En ik zeg gewoon, pak alle lagen maar. Ik selecteer een brongebied en ik ga gewoon zachtjes zitten klonen. En zo haal ik die voet weg. En zo steekt de voet er ook gewoon normaal uit. Kijk, als ik bijvoorbeeld dat even. Als ik bijvoorbeeld zeg van nou, ik zet dat uit. Dit is vrij onnatuurlijk en dit laat er toch al gewoon een stuk meer zweven. En vervolgens zou ik mijn foto gewoon verder af kunnen werken zoals ik ja, dat misschien in dit geval zou willen doen. Dus ik maak de schaduw wat blauwer. En de groene blaadjes in de achtergrond maak ik wat roder om een beetje echte herfstveer erin te brengen. En je snapt natuurlijk dat je met deze bewerkingen uiteindelijk zover kunt gaan als dat je zelf zou willen. Het gaat er maar even om dat ik heel snel laat zien wat er allemaal mogelijk is, maar zo eenvoudig is het dus om vanuit deze oorspronkelijke foto met statieven en piano iemand te laten zweven midden in het bos. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei